Als je Jack en Cody kent, doe dan een blauw duimpje omhoog. Hahaha. Hallo mensen van Gaming SB en welkom bij deze ellende. Ja, ik heb hem nog niet gesaved. Wou ik wel doen, maar ik dacht, weet je, het gaat toch maar om 20 coins. Dus ik ga gewoon start. Weet je, boeit ook geen hol meer of ik deze nou win of niet. Ik baal, weet je. Ik had liever 1 ster gehad, weet je. Dan had ik nog een beetje kans. Maar, ja. Dat heb ik niet. Ja. Ja. Ik ben wel lekker bezig. Nee, niet die bom. Ah, waarom doet hij zo vervelend? Ja, dat is gewoon waar dat hij vervelend doet. Woehoe, ja. Nee, fucking. Oké, ik ga voor die. Hey, laat het maar. Ik heb toch al gewonnen. En nu wordt het gras groen. Dat wist ik. Of groene bloemetjes. Ook goed. Ik dacht al gras groen werd. Ja, dat kan ook. En dan een vrolijk geluidje. Maar waarom komt er een vrolijk geluidje? Ik heb maar 20 gewonnen. Dit is gewoon ziel. Oh ja, ik heb 40 natuurlijk. Dat betekent dat hij de ster niet kan kopen. Yes. Dat is het enige voordeel daaraan. Verder niet. Maar oké. Oh ja, ik heb nog steeds niet geteld hoeveel vraagtekens het zijn. Kom omdat ik dit achter elkaar opneem. Maar het staat waarschijnlijk al wel in de reacties. Dus daar ben je blij mee. Hotshots. Oh fuck. Oh ja, we zaten nog midden in een... Ja, tuurlijk. We zaten nog midden in een turn, zeg maar. Bowser, weg met Bowser. Echt, Bowser is echt kut. Poeh, wat is Bowser kut. Nog kutter als mijn leven. Nee, dat kan niet, Sander. Doe niet zo mal. Mal, dat is eigenlijk best wel een raar woord. Want mal wordt ook gebruikt voor andere dingen. Zoals, ik weet niet, zoals wat. Thuis komen er ook van die vrouwelijke toads, weet je wel. En die, ja, die... dan krijg je min 10 of zo. Maar dat boeit mij helemaal geen hol. Want ik ben een flinke rebel. Ja, dat ben ik gewoon. Ik ben echt zo iemand die alles haat op mijn leven na. Oh, wacht, die haat ik ook. Woe, yay! En er komt helemaal... Hoezo komt er geen vrouwelijke toad? Meestal komt het wel. Dan kun je punt verliezen. En ja, 530 nieuw decor. Ah, dan hebben ze wel altijd een vrolijk geluid. Dat moet ik ze toegeven. Ja, ik geef toe. Ik beken schuld. Ook al is het niet mijn schuld. Ja, ik heb deze game toch niet gemaakt. Ik sta tweede, dus. Hoe de fuck kan dat? Hoe de fuck kan ik tweede staan? Wat voor... Oh ja, ik weet het alweer. Ja, nu gaat hij 7. Dat heeft ook zoveel zin. Weet je waarom? Omdat ik op een even later speel, heeft dat geen zin. Het was sarcasme. Voor degene die het niet wist. Voor degene die het wel wist. Nu heb ik het uitgelegd. Jammer dan. Pech, kut leven heb je. Ja, maar dat wist je waarschijnlijk al. Want je kijkt mijn video's. Ja, dan heb je sowieso een kut leven. Ja. Trouwens, ik vind dit best wel lelijk. Als je kijkt naar het linker scherm voor jullie. Voor mij ook. Ik weet niet waarom ik zeg voor jullie, maar oké. Ja. Doordat het zo ingezoomd is, ziet Peach er best wel lelijk uit als die woep doet. Ja, nu letten jullie er ook op. Wario vallen nog wel mee. Maar ja, bij Peach was het echt lelijk. Wario, ik had ook altijd een spel van Wario trouwens. Wel leuk. Alleen ik weet niet meer hoe het heette. En ik... Ja, ik weet niet. Maar ik had het altijd. Dat was ook op mijn DS. En dat was leuk of zo. Weet ik veel? Nee, want ik ben Sander en ik weet helemaal niks. Ik ben de domste gast op aarde. Nou, dat is nou ook weer niet zo, denk ik. Want als je kijkt naar London Tipton. Ja, die is domst. Dat doet me denken aan Second Cody. Ja. Ja. Geen wonder. Het was een personage uit Second Cody. Wow, wat? Dat is wel echt... Ah, dat keek ik vroeger zo veel, hè. En ik voel het helemaal geweldig. Net als ik nu Serpent Gameplay geweldig vind. Vond ik toen dat geweldig. Ja.
Ja, zij was echt wel echt dom hoor. Echt dom. Nog dommer als mij, dat kan haast niet. Dus, zo erg was het dus. Ja, als je Second Cody kent, doe dan een blauw duimpje omhoog. Hahaha. Ja, sorry. Die grap moest ik maken. Ik kon er niet onderuit komen. Nou, nu heb ik ook weer een titel. Dat is wel mooi. Altijd als ik verhalen vertel, zo, weet je, dan ben ik het na de opnames weer vergeten. En nu denk ik zo van, oké, dit moet ik onthouden. En ja, dan ben ik blij of zo. Weet ik veel. Ik ben geen levensexpert. Nee, kut. Ik kom precies op die browserblok. Browser? Nee, dit is geen browser. Dit is Bowser. Browser bestaan ook, maar het is geen browser. Het is geen Google Chrome waar ik op sta. Internet Explorer ook niet. Die is wel ook heel slecht, maar ja. Niet zo slecht. Oh, wacht. Die is nog slechter. Ha! Give me stars. Ah, kom op. What the fuck, man? Ja, waarom moeten ze mij altijd pesten? Waarom doen ze dit niet bij Wario? Of die andere bitch? Of, ja, letterlijk die andere bitch. The Peach. Ah nee, nu moet ik ook nog met Wario samenwerken. Alsof mijn leven nog niet kut genoeg was. Dat is het ook niet. Waarschijnlijk. Anders dan. Weet ik veel. Hou je kop, man. Echt. Tjonge, jongen. Kunnen we nooit eens even normaal doen, hè? Nee, dat vind ik echt niet kun. Oké. Nou, leuk is meuk, meuk is leuk, ook goed. Het lijkt allebei op elkaar. Woehoe. Oh, na. Dat is trouwens echt wel een lied die ik ken. Ja, dat liedje ken ik. Wow, wat? Wij hebben echt nog geen één punten. Geen één punten? Dit is toch A, what the fuck? En wat doe ik verkeerd? Oh ja, yes, we hebben een punt! Oh, yes, we hebben een punt! Waarom doet hij niks? Ja, ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee. Maar dat komt omdat ik dom ben, waarschijnlijk. Ik ben ook dom. Oh, nee! Oh, ik dacht al eventjes, dan hebben we bijna die gouden. Maar die hebben ze niet. Het boeit eigenlijk ook helemaal geen hol meer. Niemand boeit het. Niemand boeit mijn leven. Deze boss battle van deze... De eerste boss battle van de Mario Party is trouwens wel echt kutst. Ik heb de laatste storyline weer eens uitgespeeld. En ja, de eerste is echt wel het kutst. De vijfde was ook wel heel erg kut, moet ik zeggen. Maar Het is gewoon waar. Jongens, niet zo moeilijk doen. Het is gewoon waar. Ik vind het eigenlijk best wel saai. 8, 7, 6, 5. Waarom telt hij niet bij de seconde? 5. Ja, beter. Van A naar beter. Ik weet niet, dat kwam me op. Dus dan zeg ik het. Zo gaat dat, hè, met mijn leven. Ja. Kut, hè? Ja. Ik weet het. Ik weet het. Jammer genoeg. Leuk feitje. Ik weet het. Wist je dat al? Nee, dat kan helemaal niet, man. Ofwel, kan ook. We hebben gewonnen. Woehoe, yay. Nu kan Wario ook punten. Woe, yay. Nu word ik blij. Kuch. Kut leven. Wij hebben volgens mij hebben we echt helemaal niks gedaan. We hebben maar één turn gespeeld. Waarom duurde dat zo lang? Serieus, waarom duurde dat zo lang? Of duurde het niet zo lang? Het kan ook zijn dat dat mijn gevoel is. En mijn gevoel is ook niet altijd juist. Maar oké. Okay. Saving. Don't turn the power off or remove the game card. Nou, dan niet. Ook goed. Als jij dat zo per se niet wil. Sommige mensen. Zo moeilijk doen om helemaal niks. Tjonge. Oké, dat was echt heel raar volgens mij.
Dat was echt heel raar. Ja, dat weet ik van mezelf, dat ik raar ben. Wow, wat goed van je. Ja, ik weet het. Ik ben ook goed. Ik ben ook heel erg goed, mevrouw of meneer. En toen moest hij ademen. Want ja, ook ik. Niet schrikken hoor, niet schrikken. Maar ook ik moet ademen. Ja. Weet je, ik heb nou zeer de neiging om te cheaten. Dat ik nu false safe doe. En dat als ik nu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 of lager gooi. Dat ik dan, ja, niet ga, dat ik dan weer ga loaden, zeg maar. Maar dan wordt de aflevering heel lang. En dan wordt mijn leven wel minder kut. Maar het heeft toch geen zin, want ik heb toch maar 1. Ja, ik hoop dat ik 8 heb, weet je. En dan is het wel nice, maar het gaat toch niet gebeuren. Ik heb toch altijd ongeluk met het spel. Dus ja, ik ben er gewoon slecht in. En als ik niet opneem, dan gaat het wel goed. Want ja, dan neem ik niet op. Ja, zo gaat dat. Zo gaat het met elk spel eigenlijk wel. Ja. Leuk, hè? Leuk feitje. Nee, eigenlijk helemaal niet. Eigenlijk helemaal niet. Nou, dan niet. Lekker. Ik weet niet wat er lekker is, maar weet je wat lekker is? Barbecue en vlees. Ja, dat is echt lekker. Ja. Het is gewoon zo. Het is gewoon zo. Ja. Nou. Dit duurt even nog weer een uur. En dan nog een uur. En dan nog een uur. En ja. En dan gaat hij springen. En dan gaat hij lopen. En dan gaat hij nog meer lopen. En dan gaat hij vallen. En dan gaat hij nog een keer vallen. Of springt hij. Ik heb er niet zo goed op gelet. Weet je. Maar hij springt of valt. Daar ben ik wel achter. Maar ja. Ja, doe maar die. En doe maar dan die. Nee! Ah, kom op. Dat is echt flauw. Nee. Ah, kom op. Ik heb echt geluk. Ik ben echt de most unlucky guest ter wereld. Goed in Engels, hè? Ja, vond ik ook. Vind ik ook. Vind ik ook, hoor. Give me charity. Ik weet niet wat charity is. You give it. Nee! Dat vind ik inderdaad niet leuk. Ah, mijn leven is kutter als daarnet. Eigenlijk niet, want ik wist toch al dat ik niet meer ging winnen. Dus maakt het ook niet zo heel veel meer uit. Ja, en hoeveel afleveringen hebben we over eens een potje gedaan? 4 afleveringen, dat is best lang. Dat zou betekenen dat deze gameplay 20 afleveringen duurde. En dan alleen nog maar dat ik dit met Luigi uitspeel. Maar aangezien ik nu verloren heb... en de boss battles ook moet doen. Weet ik niet of dat wel zo is. Ja, weet ik ook niet. Ja. Ik weet het gewoon niet. Ja. Ja, en... Oh ja, ik heb nog steeds vraagtekens niet gesteld. Leuk foutje. Ja. Vraagteken stellen. Ja. 2.0. Hey, ik ga ook gewoon niet meer mijn best doen. Dan duurt het korter. Wat logica is real or not? I don't know. Because I'm not good at English. Ja, bam! Oh nee! Dat deed ik heus niet expres. Of toch wel? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ja. Ah nee, waarom ga je niet dood? Waluigi, waarom ga je niet dood? Ja. Wat ik niet snap. Waarom heeft Waluigi een omgekeerde L? Ik bedoel, ja, je had toch ook gewoon een L? Of wacht, hij heeft toch een omgekeerde L of zo? Of een L op de kop? Hij heeft iets met die L. Die L is apart. Dat is niet gewoon de L van Luigi, dat weet ik. Meer weet ik ook niet hoor. Mijn leven is niet Waluigi bestendig. Wat zeg ik nou allemaal weer? Ik zie nu dat Wario degene was die tegen ons moest. Had ik hier op kunnen merken, maar was ik te lui voor. Ja. Oh ja, we krijgen punten. Woe, jee. Ja, dat gebeurt soms. You want something. The flower bed. Ja. Weet je, dit is wel mooi, want nu gaat het wel mooi over in elkaar. Ja, dat zag ik ineens. Ja, blijven.
Dit is echt heel raar, want nu gaan die hier dus eruit en komen ze daar weer terug. Wat? Wut? Wut? Kijk, hier gingen ze weg en hier komen ze terug. Wat? Ja. Nou, Wario heeft gewonnen. Jongens, dat betekent dat ik heb verloren. En dat betekent dat ik, ja, ik zit te twijfelen. Moet ik dit offscreen doen dan winnen? Of alleen de laatste turn dan filmen? Maar dan kan ik ook best vals gespeeld hebben, dus dan weet iedereen niet of... Oh no, couldn't defeat the boss. Dat is altijd zo. Dat is altijd zo. You must become the superstar. Nou jongens, vanaf hier ga ik waarschijnlijk opnieuw beginnen. Misschien ook niet, dat weet ik allemaal nog niet. Ik zie jullie de volgende keer. Laters. Doei.